Hallo, welkom bij een nieuwe video. Vandaag zijn er super veel extra Alipakketjes toegekomen. Dus ik ga deze laten zien in een shoplog voor jullie. Blijf zeker kijken. Gedurende de afgelopen dagen heb ik mijn pakjes hier en verzameld. Maar ik moet toegeven dat de meeste pakjes eigenlijk vandaag of gisteren zijn toegekomen. Als ik deze video opkom. We gaan beginnen met het eerste. Ik heb er even een schaar bij gepakt. Ik ga proberen zo heel mogelijk de achterkant te laten zien in plaats van de voorkant. Waarom zijn die altijd zo goed toegeplakt? Oh ja! Yay! Een super leuk Harry Potter hoesje, echt. Heel erg leuk. Nu hopen dat hij perfect past op mijn gsm. Meteen eens passen. Nu heb ik het hoesje van de vorige AliExpress shoplogger op. Yes. Perfect. Yeah. Oh, ik vind het hoesje echt zo leuk. Het is een hoesje van Harry Potter en de Sorcerer's Stone en het is heel erg mooi weergegeven. Ja, oh, ik ben er dol op. Ik denk dat ik voorlopig dit ga gebruiken. Volgende. Ja, loppen zijn gewoon echt raar toegemaakt van achter. Nog een hoesje. Ik was vergeten. Ik heb echt veel te veel hoesjes besteld. Oh, deze is ook zo leuk. Ook een Harry Potter. Een hoesje ook van Harry Potter en de Philosopher's Stone. Dus met het Hogwarts Castle erop. En ik vind hem echt super, super mooi. Oh, dat is echt het grootste voordeel van iPhone. Het feit dat je 1000 hoesjes tot dat je kan kopen. Volgende. Hopelijk krijg ik deze iets beter open. Waarschijnlijk niet. Oeh, letters voor mijn lightbox. Allee, sociale figuren voor mijn lightbox. Ik hoop dat deze van pas zijn, want de andere waren net iets te groot. Kijk, het zitten zo eentjes in en andere figuurtjes. Echt heel erg fijn. Maar ook zo'n die schatte kawaii beertjes, zonnetjes, ijsjes. Echt alles wat je maar kan bedenken. En ik besef nu dat jullie dit niet goed kunnen zien. Ik heb de laatste tijd precies weer meer moeite met het spreken van volledig AN in mijn video's. Mijn excuses daarvoor. Dit is waarschijnlijk omdat ik veel meer in West-Vlaanderen zit dan vroeger. Vroeger zat ik namelijk op kot in Antwerpen. En dan kwam ik veel meer in Antwerpen. Oei, dit pakje is... Ah, dit pakje heb ik zelf niet voor mij. Gewoon omdat ik gewoon nakeken of het in orde was. Maar dit zijn koekjes, wormpjes. In de vorm van een bloemetje, een ster, een hartje, een gezichtje. En het heeft gezichtjes, waardoor je er eigenlijk zo twee koekjes van op elkaar kan maken met zo'n confituurlaag ertussen. Heel leuk. Uitstekend. Vormpjes. De helft van deze video zal waarschijnlijk bestaan uit het openmaken van moeilijke verpakkingen. Het is aan het lekken. Waarom zit er dan zo veel lijm op? Oh nee. Nog eens in een verpakking. Deze gaat veel makkelijker open.
mijn kwasten. Ik heb een leuk verhaal eigenlijk over deze kwastenset. Op het moment dat ik mijn andere pakjes had besteld, ongeveer een paar dagen later, zag ik een super leuke Instagram post over een meisje die een kwastenset uitprobeerde van dit merk Jizzup. Die je kan bestellen bij AliExpress. En die zei dat het super goede kwasten waren. Dus ik heb meteen een volledige set besteld. Allemaal oorschakelijke kwasten. Oeh! Ze zijn super mooi. Je hebt ze ook nog in andere kleur. Maar dit is de set met zwart en roze hout. Heel erg mooi. Ze hebben de feel van een super duur merk, maar eigenlijk komen ze gewoon van AliExpress. Ik ga het proberen, net zoals in de vorige AliExpress shop, nog alles beneden te linken. Oei. Dit kussen hebben ze niet zo mooi opgebouwd. Het is een kussenslot opnieuw. Ik merk dat ik zo'n beetje aan het nestelen ben en aan het zoeken ben naar dingetjes voor als ik ooit een eigen woning heb. Zo van die kleine dingen. Natuurlijk nog geen zeerlof, nog geen friool of zo. Maar van die kleine dingen zoals kussensloffen. En dit is een met de wereldkaart op. En ik vond het wel super geschikt omdat ik heel erg hou van reizen. En ik wou iets hebben met de wereldkaart. En deze kussenslop is echt super leuk. Als ik goed Michiel Europa staat erop. Hoe grappig. Want dit is Zuid-Amerika. Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Als ik goed ben in aardrijkskunde, wat ik totaal niet ben. Hier is Engeland en Schotland en Ierland. Of is dat, dit is Afrika. Oeh, dan staat België er. Moeilijk. Waarom? Ik weet het niet. Ik weet niet of wij erop staan. Mijn aardrijkskunde is slecht. Laat het weten in de comments of wij, oh, dat België op deze kaart staat. Ik heb een idee wat dat is. Groter dan de keuze. Oh nee, het is iets anders, denk ik. Wat is dit? Ik weet dat niet meer. Wat is dit? Ah ja, ik weet wel wat dat is. Waarom verpakken ze het zo? Ik weet wel, het moet helemaal uit China komen. En ze smeten daar waarschijnlijk nog wel mee, maar hoe goed gepakt. Dit zijn ook cookieskaters, maar dan van Nijntje, Mickey Mouse en Winnie the Pooh. Echt super leuk voor als je kindjes hebt. Dit is Winnie the Pooh en Tijgertje. Dit is Mickey en Minnie Mouse. En dit is Nijntje en Nijntje. Ik snap niet waarom ze dat zo goed verpakken. Oké. Volgende pakje. Nog kwasten. Ik had waarschijnlijk de... Ja, dit zijn dan de gewone set kwasten. Voor de volgende zes brushes, ook van het merk Jizzup. Deze weet ik niet of dat ze goed zijn, maar ik hoop van wel. Even dit ding. Super leuk. Nu krijg je dat er natuurlijk nooit meer over zoals het was. Nog meer kwasten en dat komt super goed van pas, want ik begin met mijn make-up opleiding voor de vorderen. Volgende pakje.
mijn slaapmasker. Als ik op reis ga, slaap ik heel graag met een slaapmasker. Omdat ik echt totaal niet tegen licht kan. En ik hoor het super graag en cute. Want momenteel gebruik ik een slaapmasker dat ik ooit zelf eens heb gemaakt. Maar deze gaat dan hier super veel lekker staan. Deze ook. Oeh, nog super zacht eigenlijk ook. Eventjes passen. Ik kan er echt niets door zien, dus dat is super goed. Ik vind hem zo cute. Voorlaatste pakje voor deze chauffeur. Een mini bruisbalpak. Waarom zijn bruisballen zo klein op AliExpress? Waarschijnlijk omdat je er niet zoveel voor betaalt. En het laatste pakje uit deze schoppen. Oh ja. Ik had dit plastic zakje gekocht omdat ik dat super leuk vond. Voor op het vliegtuig. Ik hoop dat ik hem nu mag gebruiken op het vliegtuig. Allee, voor op de luchthaven. Normaal is hij voorzichtig. Ja, die is voorzichtig. Ja. Voor vloeibare liquids. Ik hoop dat ik hem mag gebruiken op het vliegveld. En anders. Het ruikt zo naar zwembanden. Zo, dit was het voor mijn super grote AliExpress shoplog. Er komen nog een paar pakjes achter. Maar ik weet niet of het genoeg zal zijn voor een shoplog. Als ik er nog een shoplog van kan maken, zal ik dat zeker doen. En anders laat ik het jullie wel zien in een vlog of zo. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En als je meer AliExpress shoplogs wil zien, comment het dan hieronder. En like deze video. Toodles!